De vorige aflevering vroeg ik jullie om 20.000 likes. Bij 20.000 likes zou ik namelijk de Gouden Week kopen. Dit mooie pakket van 33 euro waarin je 15 megadozen krijgt, 8200 munten en 540 gems. Volgens mij is dat best wel een hele goede deal. Alleen heb ik geen flauw idee of ik die 20.000 likes heb gehaald, want die video komt pas morgen online terwijl ik dit opneem. Maar zoals jullie in de shop zien, dat duurt nog 14 minuten en deze deal is weg en ik wil hem niet laten liggen. Dus ik koop hem alvast, ook al haal ik die 20.000 likes niet. Ik moet hem hebben, ik wil hem hebben, want zoals jullie zien, mijn munten zijn op. Ik heb helemaal geen munten meer. Dus ik kan die 8000 munten wel gebruiken. Ik kan Rico bijvoorbeeld niet eens upgraden. You kidding me, man. Dus vandaar dat ik vraag, klik even op het duimpje omhoog op deze video. Zou ik heel erg waarderen, zou heel erg leuk zijn. 20.000 duimpjes zou nice zijn. Weet je wat, ik kan er heel erg omheen lullen, maar ik ga hem gewoon kopen. Het is trouwens 5 keer voordeel wat erbij staat. Oké, we gaan het gewoon kopen, jongens. Let's go. De betaling is geslaagd. En als het goed is, krijg ik nu al mijn dingetjes. 540 edelstenen. Yeah, boy. Let's go. Hartstikke leuk. 8200 munten. Kijk, hier ben ik heel erg blij om. Dit was gewoon mijn geld al waard, jongens. Nee, grapje. Dit was absoluut mijn geld niet waard. Ik krijg natuurlijk ook nog 15 megadozen. En ik wil... Oké, ik ga van tevoren even zeggen wat ik wil. Ik wil ten eerste alle mogelijke gadgets die ik nog moet krijgen. En volgens mij zijn het er nu nog iets van 5 of zo die je kan krijgen. Dus die wil ik sowieso krijgen. Ik moet daarnaast nog 3 knokkers. Weet je wat? Ik wil er sowieso eentje. Eentje vind ik prima. Ik ga ze sowieso niet alle 3 krijgen. Dat zou wel echt insane zijn. Maar eentje zou wel moeten. Kom op, 15 megadozen. Let's go. 3, 2, 1. De allereerste doos. Er staat 5 resterende items. Dus dat betekent helemaal niks. Oké, even kijken wat voor krachtpunten ik allemaal krijg voor Jean. Oké, dat zijn best wel chille knokkers. Verder niet echt boeiend. Oké, nou dat was de eerste kist. Vreselijke kist. Oké, we gaan gelijk door naar de tweede. 6 resterende items. Ik ben heel erg bang dat het gewoon een gadget gaat zijn. Nou, die krijg ik ook uit normale kisten. Maar we hebben hoop. We hebben hoop. Ik hoop dat dit een knokker gaat zijn. Let's go. Let's check it out. Let's check it out. Nog 2 items. Ik moet misschien iets sneller klikken, want dit duurt veel te lang. Oké, de allerlaatste. Let's go. Oké, ja, het is... sterrenkracht. Yes. Oké, dat is de tweede sterrenkracht voor Colt. Voor de mensen die de vorige video niet gezien hebben. Ik heb nu voor Colt, kan ik de sterrenkracht collecten. En ik heb ze alle 2 nu al. Dus dat is heel erg nice. Hoppakee. En 3 edelstenen. Dus dat is ook hartstikke mooi. We gaan gelijk door naar de volgende kist. Oké, ik ben heel erg benieuwd. En 7. Dude, dit heb ik echt nog nooit gehad. 7. Oké, dat kan een gadget en een knokker zijn. Of 2 gadgets volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat? Oké, dit is heel nice, jongens. Kom op. Kom maar door met die knokker. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go. En ja! Ja, ik heb max, dude. Oh, dit is zo ziek. Dit is zo ziek. Yes. Oh, wat een geluk, jongen. Wat een geluk. En de laatste. Oh, nee, joh. In 1 kist. Meneer P ook nog. Nee. Dude, in 1 kist heb ik 2 knokkers. Wow, dit is insane. Dit is insane. Wat heb ik een geluk. Ik hoef nog maar 1 knokker en dan ben ik gewoon klaar met het spelletje. Dan heb ik het gewoon uitgespeeld. Oké, dat is ook weer niet waar, maar... Wow, gewoon in 1 kist. 2 knokkers. Dit is insane. Oké, ik ga het zo meteen gelijk even in de groep gooien, want ik weet niet hoe zeldzaam dit is, maar volgens mij is dit mega zeldzaam. Oh, W6. Oh, dude, heb ik nou gelijk de laatste knokker? Als ik nu de laatste heb, hè, dan stop ik gewoon de opname, joh. Dan is het gewoon klaar, dan ga ik gewoon feest vieren. En dan pak ik gelijk een biertje erbij en dan is het gewoon feesten, jongens. Sandy is volgende rang, hartstikke mooi. En, oké, ja, het is een gadget. Yes, van Pam, alright. Nou, ik moet zeggen, we begonnen niet goed met die kisten, maar het gaat nu echt absurd goed. En ik heb weer 6 resterende items, dus ik kan weer een knokker erbij krijgen. Ook Spike is volgende rang. Hartstikke mooi. En wat ga ik krijgen? Weer een gadget. Oh, die is ook heel nice. Dan kan LP maar mooi iemand over zich heen gooien. 2 bonus items, dus dat is ook best wel nice. Looking good, looking good. Oké, we gaan door naar de val. Ik weet niet hoeveel ik al heb geopend. Geen flauw idee. Staat nu helaas 5, dus die klik ik even sneller doorheen. Yes, en ik heb wel weer wat bonus dingetjes. Kijk eens even aan. Kom op, please. Ja. Hoe sick zou het zijn als ik mijn laatste knokker ook gelijk krijg? Dat zou zo ziek zijn. Oké, 5 resterende items. Ja, dit is zonde. Dit is zonde. Kom op. Ik weet niet hoeveel kisten ik nog heb. Maar ik zou heel graag nog eens... Nee! Nee, 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 nee. Painful, painful, man. Oké, kom op. Let's go. Naar de volgende. Hoppakee. Wat zit hierin? Please. Oh, 6, kom op. Geef mij die laatste knokker. Ik wil hem zo graag. Het gaat trouwens om Mortis. En Mortis is echt insane goed. Ik wil Mortis. Let's go. Nee, yo.
Oké, weer een gadget. Ja, dat is jammer. Ik denk dat ik er bijna doorheen ben, of niet? Of ben ik er doorheen? Ik heb er nog één. Oké, ik weet niet hoeveel ik er heb. Geen flauw idee. 5 resterende items, helaas. Dus hier zit ook niks in. En ik denk dat we er bijna doorheen zijn. Oh, ja, nee. Er is ook maar 5. Nee, dit is zo jammer. Kom op. Die laatste knokken, dat zou het zo mooi afmaken, jongens. Yes, we hebben nog een kist. 3, 2, 1. En 5 resterende items. Oké, dit is wel een beetje pech hebben, jongens. Dit is heel erg jammer. Dus we gaan door tot de laatste kist. En ik weet niet hoeveel er nog zijn. Dit zou best wel de laatste kunnen zijn. Dus please. Weer 5. Oké, dit is jammer. Dit is heel jammer nu. Maar ik ga absoluut niet klagen. Want ik heb volgens mij 3 gadgets al gekregen. Ik heb 1 sterrenkracht gekregen. En 2 nieuwe knokkers. Uit 15 kisten. Dus natuurlijk, het kost ook wel wat. Maar ik heb er nog 1. En hier zit ook 5 weer. Ah, jongens. Kom op nou. Niet eens een gadget meer. Come on, dude. Ik vind het trouwens jammer dat ik niet even nu alles kan levelen, want er zijn heel veel knokkers dan die rank 7. Dus ik kan überhaupt die gadget niet krijgen. Goed, ik denk dat dit het... Nee, nog steeds niet, wat? Oké, volgens mij ben ik de tel compleet kwijt. Maar weer 5 resterend. Oké, ja, dat is zonde. Dat is zonde, jongens. Come on. Oh, dit was hem. Dit was hem. Ik heb 11.000 munten ineens. What? Zo, ik heb het ook gelijk even in de club gegooid. 2 mythische knokkers uit 1 megadoos. Dat vertel ik dan vol trots. Van, ah, jongens, ik heb 2 uit 1 doos. En uit de andere 14 dozen heb ik helemaal niks gekregen. Eigenlijk alleen maar wat gadgets. Maar dat doet er niet toe. Spike ga ik trouwens gelijk even levelen. Hartstikke mooi. Die is kracht level 4. Deze ga ik gelijk even levelen. Die is kracht level 5. Oké, Jean, super chill. Daar ga ik nu binnenkort ook even mee spelen. Want die is nu ook op kracht 5. Meneer P is gelijk level up. Dus dat is ook top. Very nice. Ik ga met Max en meneer P trouwens nog niet spelen. Want dat is weer dezelfde strategie die ik bij Jean heb. Ik heb ook nog niet met Jean gespeeld. Maar die is nu in 2 video's ook al 3 krachtlevels omhoog. Dus nu is het spelen met Jean ook gelijk een stuk chillen. Maar we hebben ze beide hoor. Max en meneer P. Hartstikke chill. Even kijken hoor. Frank. Yes. Die ga ik even levelen. Kijk, daar kan ik nu ook de gadget van krijgen. En we gaan gelijk door. Bibi. Oh, die kan. Daar kan ik nu ook de gadget van krijgen. Dus dit is allemaal zonde. Die kon ik allemaal krijgen. Ook bijvoorbeeld van Rico. Nice. En oh joh, ze zijn allemaal kracht 7 ineens. Wauw, ik kan overal de gadget ineens van krijgen. Dat is heel erg nice. Yo, daar gaan trouwens al mijn munten weer. Dit is insane. Al mijn munten gaan nu alweer op, joh. Oké, nou, ik ga gewoon gelijk weer lekker door. Kan me allemaal niet zoveel schelen. Ik heb dus die 2e sterrenkracht erbij. Super chill. Daarbij loopt Colt sneller. Dus dat is ook heel nice. Dynamite ook even volgende. Oh, kracht level 7. You kidding me? Oké, we hebben nu alles te pakken. Kijk, de grap is, ik wilde meneer P de vorige keer nog uit de shop kopen. Heb ik toen niet gedaan. Omdat er ook geen skin bij zat. En nu heb ik hem uit een kist. Dus dat is eigenlijk wel meer voordeel uit een kist hem krijgen. That's really nice. Ja, ik moet nu dus nog 1 knokker. En dan zijn we er al gewoon. Dus dat is super chill. En dat is natuurlijk Mortis. Yes, yes. Dus mijn allerlaatste knokker, jongens. Dat gaat nog wat zijn. Oké, weet je wat? Ik ga 1 potje met Max spelen. En 1 potje met meneer P. Om erachter te komen of ik die knokkers een beetje chill vind. Nou ja, sowieso kom je na 1 potje er niet achter of een knokker chill is. Yo, Max was toch veel sneller. Oh, wacht. Max heeft natuurlijk die boost als hij zijn ult heeft. Ik dacht echt dat hij veel sneller was dan dit. Ja, zoals ik zie, hij beweegt niet. Oh, hij heeft 4? Hij kan 4 keer schieten. Dat wist ik niet eens, dude. Dat wist ik niet eens. Wat? Dat is echt insane. Oké, er komt nu een bot hier naartoe. Oh, ja, die bot. Nee, ik heb geen zin in de bot. Weg met die bot. Heb ik geen zin in. Oké, nu is hij waarschijnlijk wel weg. Oh, oké, die ga ik even killen. Let's kill it. Ik ben heel erg aan het tryharden nu om te winnen. Maar ik ga dit sowieso wel winnen, want ik ben natuurlijk rang 1. Dus dan win je sowieso wel. Yo, hoe kan hij 4 kogels hebben? Dat is echt chill, jongen. Dat is echt nice, man. Volgens mij is Max ook de enige knokker die dat heeft, of niet? Oké, we gaan deze even lekker openen. Nice. Zijn range is best wel chill trouwens. Hij schiet ook super snel. Veel damage doet hij. Dus that's really nice. Doet me een beetje denken aan Leon of zo. Alleen hij heeft meer kogels. Oh, nu alweer de showdown, dude. Ik ben nog rustig kistjes aan het openen. Oh, en hij is dood. Oké, nou, zo makkelijk is het dus. De eerste win is al binnen. Very nice. Rank 2 alweer. Very nice. Cool, cool. En ik ga nu gelijk even naar meneer P. Ja, heel vaak als ik tegen meneer P vecht, dan vind ik meneer P zo insane goed. Meneer P is echt zo goed. Ook al probeer je te ontsnappen van meneer P, jij maakt geen schijn van kans. Want je kan dus ergens overheen gooien, toch? Ja, kijk, hij gaat er gewoon overheen. Dat is wel echt iets waar je echt een beetje mee moet trainen, heb ik het idee. Yo, wat doet deze gast irritant? Ik ga gewoon dood hier, ik ga gewoon dood hier. Dude, ik ga gewoon hartstikke dood hier. Oké, even rustig healen en ondertussen, ja, ik durf dit ding om te pakken, want ik gok wel dat ik niet dood ga. Kijk, ik ga ook gewoon niet dood, ze focussen niet eens. Maar zoveel risico kan je dus blijkbaar lopen. Even healen, dan kan ik ze beide wel killen, denk ik. Hoppakee, ja, en die is neer. En die bo nog even. Wat is die ult? Wat is die al? Oh, dat is natuurlijk dat ding. Yes, 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 oké. Nice. Ja, dit ding kon ik beter verstoppen in een bosje, denk ik. Hij zit er nog steeds, of niet? Zit hij er? Oh, zit hij niet meer. Oké, ik dacht dat hij er nog steeds zat. Ja, die ult is alleen maar chill, zodat die andere zijn ammo waste, want zoveel damage doet het niet. Het is echt alleen maar
irritant, zodat hij zijn kogels er lekker op knalt. Dus dat is heel chill. Oké, ik ga dit ding er gelijk op gooien. Kijk, ik kan hier dus over het struikje gooien. Oh, wat chill. Kijk, nu over het muurtje. Daar moet ik wel echt rekening mee houden dat het dus gewoon kan. Want je verwacht het natuurlijk niet. Oh, 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 oh. Ga ik nou gewoon dood? Ga ik nou gewoon dood? En there he goes. Yeah, boy. Eerste win met meneer P is ook binnen. Very nice. Hoeveel HP hebben beide trouwens? Deze heeft 3200. Dat is echt heel weinig. En deze heeft 3000. Dat is ook echt super weinig. Jean heeft bijvoorbeeld al 4300. Ik let eigenlijk nooit op HP. Dat moet ik echt meer doen. Maar bijvoorbeeld El Primo is bijvoorbeeld echt... Die heeft zoveel HP. Volgens mij is dat de knokker met de meeste HP. En die heeft 7800. Dat slaat nergens op. Ik kwam er laatst bijvoorbeeld ook achter dat Spike heeft... Kijk, die heeft maar 2700. Dat zijn niet dingen waar je gelijk op let. Maar dat is toch wel heel belangrijk om er rekening mee te houden. Crow ook. Die heeft ook echt vet weinig HP. Hey, er is weer iets in de shop. Yes. Nice. Dankjewel. Hartstikke mooi. Hey, ik zou de gadget nu van Frank kunnen kopen. Dat ga ik even lekker niet doen. Oh, joh. Bij het krachtspel moet ik nu knokbal spelen. What? Ja, ik heb alleen maar cold. Dus ik kan dat alleen maar met cold doen. En cold en knokbal vind ik niet echt een goede combi. Maar we gaan het wel even proberen. Want cold is nu wel 10% sneller. Dus dat is wel echt heel nice. So, let's try it out. Yes. Oké, ik probeer ze gewoon een beetje tussen die bosjes door te killen. Ik ga even die turrets slopen. Die zijn echt irritant, die turrets. Hoppakee. Die moet stuk. Oh, nee. Ik wil niet neergaan. Waarom doet mijn teammate niks? Die staat er gewoon in de bosjes te chillen. Oké, ik ben neer. Oh, daar gaan ze hoor. Yeah. Waar is mijn andere teammate trouwens? Is die? Oh, die is ook dood. Ik dacht al. Nee. Kom op, kom op, kom op. Ga dood, ga dood, ga dood. Yes. En die is ook dood. Hartstikke mooi. Oké, let's go. Gaan we weg hier. Nou, we gaan even mijn speed testen hoor. Ja, ik merk wel dat ik sneller ben hoor. Die 10%, ik merk het wel. Oké, nu kan ik niks meer doen. Dus ik pas hem even naar mijn teammates. Turret is nog steeds niet stuk. Oké, nu is hij stuk eindelijk. Die stinkt turret. Oké, oh, oh, ult erop, ult erop. Oh, en ik ben dood. Iets te agressief. Kom op, oké. Ik ga ze lekker killen daar. Nice, nice. Oké, gadget misschien er even op. Yes. Oh, ik ga... Kijk, die turret is zo insane, jongen. Die doet echt veel damage. Kom op, yes. Hoppakee, ult er doorheen. Hop. Ah, nee. Oh, weer dood. Kijk, ik ben bang dat we dit gaan... Wat? Oké, ik zou net zeggen, die gaat toch niet scoren nu. Ik ben wel bang dat we dit gaan verliezen, want zij vallen alleen maar aan. Alleen het chill is, we hebben wel allemaal lange afstandsknokkers. Dus als die 40 seconden zometeen voorbij zijn en alles in het veld weggaan, dan heb je natuurlijk de lange afstandsknokkers meer voordeel. Dus, oh, come on. Come on. Oh, no, 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 no. Niet weer die turret. Niet weer die turret. Even healen, even healen. Even lekker healen. Oké, die stinkturret. Die moet echt weg. Kom op. En ult erheen. Hoppakee. Oeh, ik heb ze beide low gemaakt. Kom op, mijn teammate doet niks. Hij doet echt helemaal niks. Kijk, snap wat je wil verdedigen. Maar kom op, ze waren beide super low. Nu zijn ze allemaal weer full HP. Wat? Oh, hij doet ook niks. Oké, dit is echt een raar potje. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Oké, en alles verdwijnt. Dus nu hebben wij voordeel. Even kijken. Oh, en scoren we. Yes, we hebben gescoord. We hebben gewoon gewonnen. Nice. Nice. Ik ben wel de ster speler. Cool, cool. Krijg ik daar ook voor extra punten? Geen flauw idee. Dit was in ieder geval de video van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. Op naar die 20.000 likes, jongens. Dat zou ik echt nice vinden. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.